Marine Bergboer. Ja. Ja. En u bent van dit schip? Ik werk een maand lang met mijn vrouw op dit schip, ja. Vrijwilliger. Projectworker, ja. Oh ja, projectworker, ja, ja. Dus, zolang het schip in Nederland is, ja, zijn wij beide aan boord. We zijn in Harlingen opgestapt, ja, meegevaren hier naar Scheveningen. Eind van de maand gaat het schip weg naar Newcastle. Ja. En dan gaan wij mee, dan gaan wij van boord weer naar huis. Ja, ja, ja. En u woont hier ook? Of? Nee hoor, wij wonen in het oosten van het land. Ja, ja. Dus u, maar er zijn een hele hoop vrijwilligers aan boord. Ja. Maar u vertelt al, 400 man zo'n 450, beetje. 450, ja. En die zitten daar allemaal kosteloos? Nou, kijk, dat kost natuurlijk gigantisch veel geld. Ja, precies. Maar ze hebben allemaal een vriendenkring of een kerkelijke gemeente die hun financieel ondersteunt. Ja. Dat is eigenlijk het geheim van het gebeuren. Ook het schip zelf, ja, nou, dat heeft volgens mij 35 miljoen gekost. Maar het is allemaal van giften en gaven van mensen over heel de wereld bij elkaar gebracht. Zo, dus wij, ja. Ja, dat operatie mobilisatie waar dat schip onder valt, ja, heeft trouwens twee schepen. Een ander schip, de Doulos. Ja. Doulos betekent slaaf of, ja, dienstknecht. Dat vaart in het gebied Australië, Papua-Nieuw-Guinea, Indonesië, die landen. En dit, ja, schip gaat straks, nadat het van Edinburgh weg is gegaan, gaat het naar de Faroe-eilanden. Later gaat het naar Ierland en dan gaat het naar de Caribiën. En gaat u dan ook steeds mee, of niet? Nou, u probeert... mijn vrouw wil het eigenlijk wel. Ik moet zeggen, iedere keer als van die organisaties schepen in Nederland waren, hebben we altijd wel meegeholpen. Oh ja. Dat wel. Ja, ja. Het is een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie, operatie mobilisatie. Ja. 5000 mensen werken daar wereldwijd bij in 141 landen. En op dit schip zijn ruim 40 nationaliteiten. Ja. En de bedoeling is dat jongelui die aan boord komen, ze moeten natuurlijk een bepaalde doelstelling onderschrijven, dat ze een, ja, een programma werken van 2 jaar. Ja, ja. Daarin leren ze zichzelf kennen, daarin leren ze God beter kennen en ook het omgaan met cross-culture, met andere, ja, andere nationaliteiten. Nou, dat is een hartstikke mooi doel. Ja. En waar komt het nu vandaan? Het kwam nu van Harlingen. Ja. En het is eigenlijk aan zijn eerste missiereis begonnen. Oh ja. Het was een ferryschip. Ja. Dat voert tussen Denemarken en de Faroe-eilanden. Ja. Nou, dat heeft operatie mobilisatie heeft dat gekocht. Ja. Er waren dus dekken aan boord waar vrachtauto's op konden en passagiers, gewone persoonauto's. Ja. Dat is allemaal gestript. Er zijn dekken bijgebouwd. Er zit een theater in voor 400-500 mensen. Een dining room waar 450 mensen in kunnen. Dan is er nog een logos lounge waar wij de kerkdiensten houden en waar ook allerlei andere samenkomsten gehouden kunnen worden. U zou eigenlijk een tour over het schip moeten maken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Inderdaad. 1800 mensen waren afgelopen zondag, terwijl, ja, het schip dan pas open is na 2 uur. Ja. Omdat wij 's morgens eerst onze samenkomst hebben. Ja. En vorige week zaterdag waren er 1200. Zo. En vandaag weet ik het niet, maar er zijn bussen gekomen met 70 mensen en meer. Ja, ja. Dus het was best druk. Het is, ja, best druk. Ja. Ja.